Dude, ik krijg een naam van jullie! Welkom in het park! De vorige keer hebben jullie gezien hoe Timon op vakantie is met de typetjes. En vandaag gaat er weer een hoop gebeuren. Kom terug! Dat is mijn zwembad! Tijd om verder te kijken. Hallo! Hoi, schat! Bah. Oh, het zit hier helemaal vast! Kom, schat! We gaan weg! Kom maar! Kom maar, schat! Ondertussen willen de typetjes gaan zwemmen, maar ze hadden niks mee. Hoi, hallo! Weet jullie nog? Niks. Wij zijn onze zwemkleding vergeten. En anders moeten wij naakt. En dat willen we natuurlijk niet. Of wel? Oh, geen probleem. We hebben de verloren voorwerpen. Daar kan ik naartoe. Oh, mooi gezegd. Goed, de verloren voorwerpen dus. Zo! Goh, de geur! Oh, oh! Lekker! Hi, nou, even kijken hoor. Oh, deze! Hij is nog een klein beetje klam. Mijn vangen is voor jou! Ik wil ook eentje! Oh, deze is voor jou! Oh, bloemetje! Mooi! En dan hebben we nog deze. Oh, er zit wel een klein vlekje op. Voor jou! Oh, En deze is voor mij. Zo, is dat je zwempak? Ja, ik heb hem al jaren, maar hij werkt nog steeds. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, van de zeeman zeker. Ja. Willem, wat ben jij nou aan het doen? Wat Willem aan het doen is, dat zien we straks. We gaan nu eerst naar leerkracht Frans, want zij heeft nog steeds therapiesessies. Ze is namelijk nogal vaak in de war en ook nogal vaak agressief. Bonjour, monsieur le thérapeute. Goed, ik ben niet meer agressief en ik ben niet meer in de war. Kom, schat, we gaan samen een vliegtuig vouwen. Ik wil leren hoe je vliegtuigen moet vouwen. Is dit onze laatste sessie? Schat, gaan we het uit laten? Bah. Ja! Je bedoelt een hond, denk ik? Ik heb een schaap. Sorry? En een schaap zit nu op dat kind. Ik hoor dat je toch nog last hebt van hallucinaties. We plannen nog een sessie in. Kijk, schat, dit is nu een nieuwe huis. Bah. Hier wordt het tenminste niet lastig gevallen. Bah. Door aan de andere dieren. Bah. Ja. Wat? Nee. Willem. Nee. Nee. Volgens mij is de vraag eerder, wat doet Timon? Hoi. Je mag hier alleen maar lopen, hé. Oké. Oh, nee. Lopen betekent in België rennen. Nee, lopen. Oh. Nee. Willem. Wat? Waar is je bandje? Zo! Ach. Leg het ook voor het zwembad. Is multifunctioneel. Ach, laat maar. Dan doe je niet mee. Prima. Hey, omkleden jongens. Zou Willem me toch gaan vragen? Oh, ik ben mijn pandje kwijt. Oei, had je niet rond je poot gedaan? Nee. Nee? Dat is wel jammer. Dan kan je het huis niet meer in. Nee. Het zwembad. En nu gaat iedereen gaan zwemmen zonder jou. En jij staat hier. Ja. Eigenlijk best saai, zo'n park zonder bandje. Ja, dus mag ik een nieuwe? Sorry. Ze zijn op. Nee, het is hier warm. De andere typetjes zijn zich ondertussen druk aan het omkleden. En dan Menno, zo wordt uw broek nat. Oh. Kom, doe je zwembroek aan. Oh, oké. Okay. Ik hou niet van zwemmen. Ja, langs hier. Binnen doorheen. Word je nat van. Oh, monsieur de therapeut had helemaal gelijk. Ik ben helemaal zen naar dat zwemmen. Oh, yeah. Baby. Ja, goed. Nu is het uit. Elemeno. Baby, help. Doe je het eruit? Nee. Oh, nee. Nee. Ik voel me bekeken. Wie zich graag bekeken voelt, is de vage dude. Max en Nicole. Maar zo heet hij niet meer, hè jongens. Nee, want jullie hebben een naam. 580. Wordt het Hans dude, Henk, Eduard van Haringen. 581. Harry Sporter, Hendrik Jan Cornelis dude. 782. Nee, het wordt... Popmeester Sean. Excusez-moi. Oh, Français! Oh, Sauveteur Jean. Sauveteur Jean. Bijna. En onze Sauveteur Jean is een echte krachtpatser. En jij speelt Faust. Maak ze niet kwaad, hè?
En een echte valsspeler. Je gaat toch niet met je trui zwanger? Nee, naakt. Ja, het is niet naakt, je moet gewoon in je bloot bovenlijf. Nee. Kom, nee. Trui uit. Nee. Oh. Nou, dan neem ik deze wel, hè. Oh. Hey. Hi. Welkom in het familiehokje. Ach, maar dit is toch helemaal geen familiehokje? Oh. 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 Nu nog niet. Oh la la, dat wordt echt gewoon. Ik kom er zo aan, jongens. goed. De rest ging lekker zwemmen. We konden niet filmen in het zwembad, maar ik beloof dat later in de video een echt zwembad komt. We kunnen wel een liedje zingen, schaap. We zijn er. Baaa. Na, zijn er. Baaa. Na, maar nog niet hele. Uiteindelijk besloot Bertus het schaap mee te nemen naar het vakantiehuisje. Bah. Bertus ging even naar de wc. Bah. En Carola kwam terug uit het familiehuisje. Ah, dat wordt een klacht. Oh. Er was vanochtend een schaap in onze woonkamer. Kom eens. Goeie. Oh, nee. Er was echt een schaap in onze woonkamer. Hmm. En op mijn bureau is een muisje. Piep, piep, piep. En er is een mug in de slaapkamer. Nu nog wachten tot middernacht. Zo, ga ervoor. Nu zoomen. Nu zoomen. Nog zoomen. Wat El Omeno niet weet, is dat dit de hele nacht door zal blijven gaan. Ja! Agressief en mogen. Dus je bent helemaal niet meer agressief. Inderdaad, monsieur de therapeut. Ik ben niet meer agressief. Ik ben niet meer in de war. En ik heb geen... Ik had jullie nog een echt zwembad beloofd. Kijk. Gelukkig had leerkracht Frans er nog eentje. Geweldig. Wacht eens, mijn zwembad loopt daar! Hey! Hey! Nee, kom terug! Dat is mijn zwembad! Kom terug met die piscine! Oké, hopelijk is voor de typetjes wel de ontspanning eindelijk begonnen. Kijk eens! Pratjes! Hadden we gekregen van het park! Kan eindelijk dat echte vakantiegevoel beginnen! Heerlijk! Oh ja, vakantie. Niet poetsen, vakantie. Wij zijn de borden. Die moet je... Wacht! Het niet! Zelf? Nee! Minimum. Wow. Waarom ben jij hier eigenlijk? Ik dacht dat hij met jou mee was. Nee? Bel! Ja! Kun jij weer zwemmen? Wat? Kun jij weer zwemmen? Kom je uit West-Vlaanderen? Ah, nee, ik kom uit Oost-Vlaanderen. Oost! Wat doe jij in ons huisje? Ons huisje? Wel. Op de dag van de aankomst zat Timon al uren te wachten op zijn vrienden. Ze kwamen niet opdagen. Hij zou de hele week alleen in zijn eigen vakantiehuisje zitten. Maar toen kwamen de typetjes weer. Ik heb er zoveel zin in. Lekker ontspannen, hè? Maar dat ging snel mis. Je hebt je boek voor volgende week. Oh. Jongens, het gaat niet helemaal goed met Willem. Oh, heel. Timon greep zijn kans. Laten we het gezellig houden, Willem. Ze mogen anders bij mij. Ik heb nog een leeg huisje. Het is opgelost. En zo begon het hele verhaal. En van het verhaal zijn ook een hele hoop bloopers. En nu is de vraag, willen jullie die zien? Bij 10.000 likes maak ik een speciale blooper aflevering. En ondertussen kun je kijken naar de volgende video. Doei! Zorgen! Wij hele nacht werken en dan overdag gaan die baby zo wakker. Ik wil die baby neppen.